Waarom als je nou bijvoorbeeld s'nachts een bevalling hebt, dat je er ook uit moet. Om liggen schoelt, het ene lammetje gaat die kant op, het andere lammetje gaat misschien die kant op. De moeder raakt er sowieso eentje kwijt, dus kan ze niet op allebei passen. En zet je zo'n lammetje dan zeg maar, een paar uur later weer bij die moeder, dan denkt ze van, jij bent niet voor mij wegwezen. Dus ik zet dit straks ook even daar apart, in mijn tijd erop, en dan kunnen ze goed door elkaar binnen. Dan komt het wel goed. Maar in het begin moet ze even goed bij elkaar blijven. En ik heb net al even gecheckt of het schaap melk heeft. Het schaap heeft melk. En dat is heel belangrijk, want die... dit is een soort spray. Dan bescherm je het navelstringetje een beetje mee. Een stuk open verbinding, gelukkig wel in de schapendrol. Kijk, infectie wil je niet. Dus vandaar dat dit erop staat. Maar die eerste moedermelk, die biest, van levensbelang. Krijgen die lammetjes dat niet binnen, worden ze geen maat aan. Een keer tocht in de schuur, longontsteking, zomaar diarree. Zit echt vol met antistoffen en is echt nodig. Dus daar ben ik altijd heel alert op. Heb ik straks een bevalling, ga ik niet eerder naar bed voordat ik het lammetje heb zien drinken. Of ja, vaak wacht ik er niet af, dan melk ik het schaap even of ik zet het lammetje even aan. Maar dat ze in ieder geval die bies binnen hebben gekregen. En ik ben wel een luie boer hoor, want we hebben hier cameraatjes. Ik kijk gewoon om het uur dan, ik hoef er niet elke keer uit, zeg maar.